als Seafarm zijnde onderscheiden zich in Europa in de vis, doordat wij heel innovatief zijn. En waar daar die kern vandaan komt, wij verzinnen veel, we staan veel met mensen in contact, we doen veel rondleidingen, zowel met particulieren als met andere bedrijven over heel de wereld, praten met veel mensen. En ik denk dat wij er goed in zijn om dat te koppelen aan ons product. We zijn nu 25 jaar verder, maar in de tussentijd is er niet veel meer van over. En dat idee had ik ook. Ik dacht, ja, dat moet anders kunnen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben bijvoorbeeld de visserij heb ik verlaten, maar we zijn daarna dit opgezet. En we zijn een nieuwe visserij ook begonnen. Een heel andere visserij. En het kwotum en de regelgeving hebben we allemaal zelf bedacht. En iedereen die zei van, nou ja, je gaat alles kapot maken. Maar het is juist omgedraaid gebeurd. We vissen met succes nu al jaren zonder problemen. Maar het is een andere manier van denken en dat vind ik toch wel geinig. Nou, hier zie je dan dat de tarbot, dat heet dan afgestreken. En de eitjes die worden begeleid, voor de mannetjes precies hetzelfde. Worden samengevoegd en dan heb je bevruchte eitjes. We houden de seizoenen in ere, zodat we de natuur niet veranderen. Enkel we veranderen wel het tijdschema van de natuur. Dus ze blijven een jaar de cyclus. Maar wij zorgen dat ieder bassin een ander jaar of een andere datum heeft, zodat je dat jaar dus kan houden. En dan hebben we 5 keer per jaar hebben we nu voorplanting. En dat is voor de bedrijfszekerheid is natuurlijk heel belangrijk. Nou, daarnaast doen we het voer. In het begin moet je heel licht voer hebben. Het is net als bij baby'tjes. En dat doen we ook allemaal zelf. Al die processen willen we inkorten. Dus niet een turbovis maken of zo. Dat zo moet je niet zien. Maar gewoon het vereenvoudigen. Met dezelfde ingrediënten, maar dan heel anders. Met de mesheften in combinatie met het restaurant proberen de chefs in de keuken iedere keer wat anders te verzinnen. Dus een ander gerecht, een andere toepassing om te kijken van wat slaat aan, wat werkt, wanneer is het toegankelijk genoeg om te gebruiken. En met die kennis die we daarvan opdoen proberen we de groothandelaren te helpen om deze productgroep beter weg te zetten richting de restaurateurs. De klanten van Seafarm die kunnen we heel kort beschrijven. In principe gaat het over groothandelaren, kleinhandelaren, visdetailisten en uiteindelijk voor het restaurant gezien de gast. Het leukste aan mijn werk binnen Seafarm vind ik het dynamische, het elke dag wisselende, het mogen meedenken en ontzorgen voor klanten. De productsoorten die we onder andere ontwikkeld hebben de laatste maanden, jaren, spelen in op de convenience behoeften. En convenience komt eigenlijk een beetje voort uit wat we steeds meer zien in keukens en terug horen vanuit groothandelaren. Dat het steeds verder gaat ontbreken aan kennis in bijvoorbeeld de keuken en handjes. Vandaag de dag ook een groot probleem. Oester filtreert enorm veel en wat wij hier bijzonder aan doen is dat wij ze affineren. Dus wij hebben op 80 meter diepte hebben wij een bron, die heeft mijn vader 12, 13 jaar terug gevonden. En dat is indirect zout water uit Oosterschelde. En dat is van zo'n diepte gekomen waardoor die heel schoon is en heel erg rijk aan mineralen. En wat geeft dus de echte smaak van een oester? Geeft hij dus beter weer. In 2017 ben ik begonnen bij Seafarm en ik ben daardoor gegroeid in die 7 jaar tijd tot souschef. Wat zo leuk is aan Seafarm is dat we onze eigen tarbot kweken op duurzame manier en dat we die hier in het restaurant met op vele manieren ook iedere keer opnieuw een nieuw gerecht bedenken. En als je dan ziet hoe het reflecteert naar de gasten en hoe die aan het genieten zijn aan het terras, dat is echt super, geeft me echt een heel goed gevoel. Hoe ik de toekomst zie is dat wij met een leuke club met mensen proberen op een duurzame manier, diervriendelijk, goed net eten te voorzien voor de toekomst.